Media. Ja, ja, ja. Nou, dat was in die coronatijd zo makkelijk. Dan kon je dus al iets afbellen omdat je een beetje had geniest. Nou, dat kan nu helemaal niet heerlijk meer. heerlijk was maar dat. Maar was he? van, oeh, ik heb net twee ja. keer geniest. Ik kom toch maar niet. Klopt. En dan heb... wilden mensen ook echt niet dat je kwam. Ik heb echt een paar keer gezegd: uh, ja, ik test steeds negatief, maar ik denk dat ik het heb. Ja, en dat was al genoeg. Dan was het al van steen. Nee, nee nee, ja. nee, 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 niet komen. Ja, terwijl nu doen. is het weer van, ah, joh, we hebben allemaal griep, kom maar. Dat je denkt, oeh. Deze gaat niet meer op. Nee, je moet nu echt met, met uh, diarree komen. Je moet echt met buikloop ja. aankomen. Diarree. Tietjes ja. of uh, schurft. Hey. Nou, daar zijn we weer. Hallo! We zitten hier lekker met kermisbiscuitjes. Dat ga ik dadelijk uh, eentje van nemen, denk ik. Ja, tijdens twee rubrieken door. Tijdens de reclamemand. kan op, ik dat even. Ik ben ook. Hey, we hebben zoveel ontzettend veel leuke reacties gekregen. Met ja. name natuurlijk op, op, op de bikkerstoks die je aan hebt. Ook. En, en, en die jij daarvoor aan had. Want we, we proberen ja. toch een soort movement, wat ook niet heel moeilijk is, want er zijn best wel veel mensen die heel veel Heel veel vrouwen had. met bikkstok. Want As We Speak heeft de Aafse ze aan. Ja. Um, Even voor mensen die op YouTube kijken. Dit, dit zijn ze. Ze legt nu een heel mooi lang been. Auw. Heer, auw. Heel mooi lang been op tafel met een maar met een heel, ze heel mooie, 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 mooie nieuwe biech. Onhandig is, moet ze dat toch even heel hard tegen de tafel aan laten knallen. Ik vind het heel mooi. Komt goed, Komt dus dat, Daar 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 komen heel veel enthousiaste reacties op. Ja, maar toch ook weer uh, gek dat het zo. Het gaat heel erg van. polariseert heel erg. Want ja. Er waren toch ook mensen van Duitse juf met hangtieten? Ja, en ook het woord anticonceptie. Heel veel viel vaak van in de reacties. Ja. Dus er zijn mensen die zeggen: Nee, fantastisch, dat moet je doen. Het, ja, het, het, het is dit, juist. Dit, het, ja. En dan zijn ja. er ook mensen die zeggen: Nee, anticonceptie. Anticonceptie, Raar, one hè? word. Hoe kunnen we die, die, die mensen bij elkaar brengen? Ja. Dan heb je volgens mij wereldvrede te pakken. Echt waar? Ja. Het, als we dat eens wisten. Ja. Nou, er zijn ook heel veel reacties binnengekomen en komen nog steeds binnen op de theezakjes. Ja. Daarom is het goed dat jij dat boek er weer even bij hebt gehaald. Ik heb het erbij. Tini het van der Plas. Het is geschreven door Tini van der Plas van Nune, de dat zus is van Caroline uh, van der Plas. Dat klopt. Het is haar zus. Het is een vakvrouw in hart en nieren. Tozo. En ze is, ach, ze is zo ontzettend lekker bezig. Ze maakt kaarten voor iedereen. Ze is attent. Ja. Als je ziek bent, dan stuurt Tini een kaart. Ze is ook wel een beetje van het padje. Want ik zit nu even weer naar die voorkant te kijken. En ja. dan heeft ze dus een, een, een slinger... die helemaal gaat van alle kleuren van de regenboog... van heel ja. dicht op elkaar hangende... gemikadode theezakjes. Dus dat zijn er duizend of zo, denk ik. En die heeft ze dan allemaal strenge touw. Het is niet te doen, joh. Aaf, ik vraag me dan af, hè. stel... Um... Stel, Tini van de Plas komt bij jou op je verjaardag en die ja, geeft jou dan uh, bijvoorbeeld een slinger of een, een schilderij van theezakjes. Ja. Uh, het jaar daarna komt ze weer en dan ja. zegt ze: waar heb je mijn, uh, waar heb je mijn uh, slinger hangen? Ja, waar ik, zou hem, ik zou, hem, Wat ik doe doe zou je hem elk jaar een hele centrale plek in mijn huis geven. Ja. Elk jaar opnieuw. Want je, je weet dat iemand daar 7000 uur aan heeft besteed. Ja, maar het is ook dwingend om dan ja. vervolgens ervan uit te gaan dat iemand dat voor de rest van zijn leven bewaart. Daarom moet je eigenlijk. Nou ja, je moet sowieso nooit dingen voor mensen, voor mensen breien, vind ik, nee. of met theezakjes dingen. Wel een kaart, hoor, van een theezakje. Ja. Want daar ja. begon het allemaal mee, hè, bij Tini. Dat ze dat begon is waar. kaart. voordat ze met die slingers, ja precies. Maar ik vraag me af of haar omgeving denkt: Jezus, als Tini maar niet weer zo'n slinger heeft gemaakt. Nee, God, daar heb je er weer. Hoor. Ja, heeft ze heeft een, een hele grote tas bij zich. Kijk eens wat ik voor oh, jou gods, heb gemaakt. Een, een van hele de mooie vrouw, Ja. Wat is zakjes. <laughs> oh, dit is dus ook nog allemaal al, terug in onze live op Instagram. Schat. Het is een lieve, goede schat. En Ze, ze recyclet en ze leeft duurzaam en circulair. Schat. Lies, ja. ik wil heel graag weten. Ik kijk nu mijn blaadje, dat slaat nergens ja. op. Hoe ja. was jouw week? Uh, ik geef mijn week een uh, 7,5. Zo. Dat is voor mij doen beste. Ja, maar best, ik vind de, best jouw gemiddelde sowieso uh, heel prima hoor. Ja, ja zo misschien nadenken. dat er nog wat onvoldoendes gaan vallen nee. rondom de vakantie of zo. Ja. Ja, dat zou kunnen. Of als het weer winter wordt. Ja, in november heb ik meestal, ga ik wel eens, soms wel eens naar een vijf. Ja, ik in januari ook wel. Ja. ja, maar dat is nog heel ver weg. Hè? We zitten hier nu gewoon te zweten en te puffen. Dat, dat is niet waar. Rust is. Ik vind november vaak moeilijker, want dan is het een aflopende zaak. En in januari ga je weer... Oh, ja, nee, nee. Ja. Ik, ik, ik voel in januari juist die bergbeklimming heel erg aankomen. Ja, dat snap ik heel goed. <laughs> Zo kan je in elke maand wel iets heel vleeslijks vinden. Ja. Dat is waar. Maar vertel, nou, 7,5? Uh, die 7,5 komt omdat ik uh, afgelopen weekend uh, ben gaan kamperen. Op Tessel. We hadden het over Jan Wolkers en ik dacht uh, potverdomme. Pakte je meteen je tentstokken erbij. Ik heb uh, de tent gepakt, een opblaasbare luchtbed met een elektrisch dingetje. Ja, met zo'n pompje. Groot verlengsnoer en uh, wij zijn naar Tessel gegaan. Met hoeveel mensen? Met twee mensen. Dat scheelt ook. Dat scheelt een flink slok op een hele grote bol. Dat scheelt heel ja. veel. Ja, dus er is niemand die zegt: uh, wanneer gaan we wat drinken? Nee, is dit de plek? Ik ben moe. Ik ben moe. Ik heb ja. pijn aan mijn. Vul maar in. het ja. kan, kan alles zijn. Ja, mijn luchtbed is lek. Uh, oh, nee, Jezus, iets? dit is een vegetarische hotdog. Wat moet ik hiermee? Ja. Uh, oh, oh, wat of is het dit hier? Is saai hotdog. Wat moet ik hiermee? Ja, ik wil naar huis. Ja, waar is de wifi? Me heel erg. Ja, waar is de wifi's eigenlijk vraag 1. <laughs> Oh, de wifi is kut. Dat is vraag of opmerking 2. Nou, is het ook niet zo dat er mijn kinderen altijd. Uh, die van mij die gaan mee. wel vliegen en in de natuur spelen. maar heel soms vragen ze waar de wifi is. Heel ja, soms. mijn zoon maakt een hele mooie slinger van dennenappels. of die maakt een tekening in het zand. Ja, en dat is. Ja, mijn zoon dus, kan uh, bijvoorbeeld echt nog wel. Uh, gewoon urenlang uh, in de zee zwemmen. Dus, ja. En ik ook. Maar goed, je was met z'n tweeën op Texel. Je, dit was een spontane actie. Ja, en we hebben ook niks gepland en niks oh, gereserveerd. Nou ja, eigenlijk. dan wel die camping gereserveerd. Maar verder niet gedacht, oh, dan gaan we dan dat doen en dan nee, dat. Nee, en dan moeten we dit allemaal bezoeken. Uh, ik vond het verschrikkelijk fijn, omdat ik dus niks hoefde. Het was eigenlijk tekort dag. Want ja. voor één dag te kamperen is natuurlijk want je reed werk. zeg maar zaterdag heen en ja. zondag terug. Ja, eerst ja, nog heel is lang ontbeten en toen naar Texel gereden. Oh, Oh. Jongens, ik kan het jullie allemaal aanraden. gepland gewoon niks, want dan hoef je ook niks. Nee. Als je weet dat het mooi weer wordt. Ga gewoon met die tent. Ja, we kwamen daar aan, die tent opgezet, wat best wel lang duurde. Dus dat was eigenlijk al het halve weekend natuurlijk. Ja, dan ben je al flink onder de pannen. Dat ja. klopt. Maar toen waren er Duitsers naast ons en die kwamen aan met een worst. Oh, van de, van de barbecue. Vegetarische worst of nee. een uh, echte worst? Ik dacht, het was een vleesworst. Ja, een dierenworst. Dus ik heb het maar, ja, ik heb het opgegeten. Die kwamen jullie gewoon eten brengen? Ja, dus ik zei, dat is einfach wonderbaar. Oh, es, oh es God, Was zo? zeg maar iets met, ik was heel trots op het. Dat is heerlijk, einfach heerlijk. En <laughs> uh, dus dat. En, en daar ook voor alles. <laughs> dat klinkt zo lekker in de NO. <laughs> en s'nachts zag ik een, een pad bij de toiletten. Oh dat leuk, te ja, zitten vaak, dat uh, hadden ja. wij ook een keer bij een camping. Elke nacht kwam daar zo'n hele dikke pad tevoorschijn. Ja, nou ik vind dat, 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 ja. dat vond ik het hoogtepunt. Dus ja. ik zou eigenlijk bijna zeggen, misschien geef ik de, het weekend of de week wel een acht. Ik begrijp ook totaal niet waar die lullige zeven en half vandaan is nee, gekomen inderdaad. Hoor. Je bent en gaan de, kamperen en je hebt een pad gezien. Ja, het was heel erg leuk, we hebben oh, heel erg gelachen nee. en geen ruzie. Oh wat fijn. En heb dus je geslapen? Niet dat, ik bedoel niet dat we de hele ruzie maken, maar je nee. kan soms wel eens een discussie hebben. Ja, samen een tent opzetten is toch wel een beetje een recept voor... Nee. Deze austreuze ruzies, maar. Dat was geweldig. Heb je geslapen? Ik heb ook gewoon geslapen. Van het Geen pijn in je ledematen daarna. Helemaal niet. Ik had nou gewoon ja. een hoofdkussen bij me. De ja, ja, ja als weer je vanaf. gewoon al een klein dagje ouder bent, dan moet je ook. Nee, niet dan moet wel je wel steunen. Een hoofdkussen meenemen. Ja. En ik dacht wel, ik neem volgende keer een klapstoel mee. Want, want dat zitten, dat is. Dat je kut. in uh, hurk zit op de grond. Ja, dat ja. kan natuurlijk. Niet. Die borsten eten. Ja, precies. Dat was ik denk, die Duitsers dachten natuurlijk ook al, die mensen willen niks. En ik, ik wilde dan eigenlijk heel graag vogelen. Vogels kijken. Ja. Maar dat hebben we niet gedaan. Maar toen, zat er, toen dacht ik, wat, wat hoor ik nou toch? Toen zat er bij die toiletten, waar die pad ook zat, ja. een vogeltje. Uh, wat ik natuurlijk weer niet goed kon zien. Maar uh, mijn vriend zag het wel. En, was we wel een echte toen, vogel. Ja, en toen ging ik zeggen, het kan, kan het dit zijn? Kan het dit zijn? Nee, dit kan het zijn. En toen, en toen zei ik iets, toen zei ik Braamsluiper. En toen dacht ik, nou dat. Dat, dat zal wel niet, maar toen gingen we het googlen en toen was het precies hetzelfde geluid. Dus ik, wat een goede naam voor een vogel, Goed, hè? ja. Dus ik, ik, zei, nou, hoe leuk is dat? Jij kan dat dus vogelen zonder licht, eigenlijk. Jij kan ja, blindvogelen. Blindvogelen. Nou, er zijn er maar heel weinig. Die, die jou dat nou ja, via omschrijvingen van derden. <laughs> dus ik heb Met een dus nieuwe sport. Dat, nou, dat was mijn week. Heb jij daar? Want ik heb wel een Tessel. Ik heb meerdere Tessel tips, hoor. Maar ja. daar hebben ze lekkere koffie op Tessel. Wat? Ja, in Denburg oh. Burg... Ja? heb je de Tesselse Branding. Ja, sorry, ik ga weer kwijlen. Nog ik heb echt een kwijlprobleem. Uh, je hebt de Tesselse Branding. Daar maken ze heel lekker koffie en hele lekkere kaneelbroodjes. Ja, ik zeg dit niet omdat ik word gesponsord of zo. Oh. Want ik sponsor... Hun eerder. Ja. Maar ik ben daar een keer geweest midden in de nou, tijd. Ja, en toen heb ik geloof ik twintig van die broodjes mee naar huis genomen. Jij ja, hebt dat toch ook met lama's in een huisje of in, 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 iets gedaan? Ja, zeker. Ik zat daar in een huisje met uh, lama's. Ja. En een van die lama's was zwanger. Ach. Nee, alpaka's waren het. Oh. Ja, en lama's. Een van die alpaka's was zwanger. Ja? En toen hebben we eigenlijk de hele week zitten kijken... van wanneer komt de bevalling, wanneer komt de bevalling. En toen bleek eigenlijk dat, die, dat bij alpacas het niet zo heel gewist, zeg maar. Dus het yeah? was pas maanden later. Jezus. Ja, zo heb ik wel vaker met dieren gekampeerd... die dan zwanger waren. Ik en weet dan het, geiten. Hè? Geiten bijvoorbeeld, ja, ja. die ik eindeloos in de gaten heb zitten houden. Ja, van hun die als slijm. Ja, precies. Dat, 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 dat was dat heel is belangrijk. Het he? is heel leuk slijmprop, als je met dieren... Die uh, vakantie <laughs> kan vieren. Het is wel jammer als ze niet bevallen waar je bij staat. Maar goed, je hebt toch iets om de hele week over te praten... Met Heerlijk zou ik dat vinden. Ja. Ja. Wat een week. Dus Die... het was een heerlijk weekend. Ik, ik, ik doe het je niet na. <laughs> ik heb trouwens wel een heel fijn, een fijne week gehad. Ik Vertel. was, uh, ja, ik, ik vind het een beetje raar van mezelf, maar ik betrapte mezelf erop dat ik heel vaak over mijn eigen buurt iets zeg. Stel, nou oké, okay, ik zal het even beter beschrijven. Ja? Ik was met twee vriendinnen heel chic gaan lunchen. Ja. Hartstikke leuk. Er was er 1,50 geworden. Wij namen haar mee. Dat was ons cadeau. Ja, vind ik sowieso een slim cadeau. Want niemand van 50 heeft ons spullen nodig, mm -hmm. maar wel eten. En toen zaten we daar buiten op de terras. We kregen allemaal, allemaal groene liflafjes. Heel lekker. Mm -hmm. Het was echt heel erg lekker. En toen zei ik: van... Stel dat dit nou Kopenhagen was. Hè, dan vonden wij dit toch helemaal te gek. En toen dacht ik: Maar het is Amsterdam ja. en het is helemaal te gek. Waarom ja. zit ik me nu voor te stellen dat ik in Kopenhagen ben? Dat is toch helemaal niet nodig? ook zo raar van mezelf. Wat een goede, ja, dat is een goede gedachte. Maar dat doe ik dus heel vaak. Bijvoorbeeld, als ik ga zwemmen in de, in de Amstel, wat ik ook best wel vaak doe, dan, dan, dan zeg ik je stel, stel we zaten nu in Stockholm ja. bij een of andere marinewerf en dan vonden we dit. Dan had, had ik in een gitje cool. gevonden. Ja, ja. Dan had ik het fantastisch gevonden. Maar ja, omdat het, het bij raar. mij om de hoek is, vind ik het heel normaal. Dus moet ik er Kopenhagen of Stockholm van maken? Nou ja, ik vind het eigenlijk een hele rare hersenloop. Het is ook leuk om dat met je eigen partner te doen bijvoorbeeld van, ik vind Was. het nou een hele ja. hè, ik vind Stel deze man hier op de bank zit, op straat Stel je dat ik nu zo ja dan oh god oh dat is Dick van de Toren die belt me <laughs> nou ik ben al eerder een podcast met iemand gemaakt <laughs> van wie de telefoon dus afging. <laughs> ik ben het gewend <laughs> oh Aaf, sorry wat verschuwelijk. nee ik kan daar heel goed mee dealen dat is dat is gewoon even ik, mijn talent ik schrik me kapot wil je hem even opnemen? Nee. Oh, nee, nee dat, dat, dan dat, 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 dat Dat zou ik niet durven. Ik vind dan. Nee. Ik, 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 nou ja. Het is wel heel aardig. Iemand die belt, dus prima. Ja, die, uh, oh. die, 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 die vindt dat hele leuk. Uh, zou het heel leuk te... maar... Oh ja, en wat ons opviel. Wat, wat, wat week, wat, oh ja, want ik geef mijn week dus ja. een, een 7,8. Uh -huh. Onder andere vanwege deze lunch. Wat ja. ons opviel was: uh, obers vinden het nog steeds leuk om het eten langdurig te omschrijven. En dat is prima, want dat ja. hoort ook een beetje bij zo'n zo restaurant. Ja. Dus heel erg van daar komt dit vandaan, daar komt dat vandaan. Maar wat ze niet meer doen en wat ja. ik heel fijn vind, is dingen aanwijzen met hun pink. Dat is niet meer. Dat nee. was niet meer in dat restaurant. Nee, ik denk dat dit misschien op sommige plekken nog steeds ik zie wel, het nog wel eens. zal gebeuren, ja. maar ik denk dat, dat restaurants een beetje in de no zijn die een beetje in de no zijn, die doen dit niet meer, want er worden ook vaak, vaak grappen over gemaakt. Ja, want ik vind het interessant. Waarom is dat? En zouden ze dat op de hotelschool bijvoorbeeld leren dat, dat je het zo aanwijst? Ja van dit kaasje komt uit. Ja. En dan denk ik altijd... je raakt nu bijna mijn ja. kaasje aan. Hou, hou je pink ja, maar daar dit, weg. Je, je zegt dus niet dit kaasje. Want dan nee. zou dit dat dan, is dan onbeleefd niet zijn. Ja. Nee, hey, niet Met wijzen, je wijsvinger. Ja, je mag niet Dut, wijzen naar een kaasje. Even, dit, ja. Maar je mag wel je pink verkeerd onder uitsteken. Ik vind het sowieso soms ook best wel uh, pittig... dat je dus heel lang moet luisteren naar waar dat kaasje vandaan komt en ja. hoe dat is getonnenkarend en, en zo hoeveel hoe, keer te regelen ja rechts links en rechts draait. Ja. Ik, ik, ik snap ik best wel heel enthousiast niet. met over je producten ja. hè? dat is natuurlijk een mooi product dus ik het ben gek, gek op kaas dus dat maar, 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 maar soms zit je zo in een gesprek ja. uh, dat je dan dan komt dan, dan 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 komt er weer iemand met met een met een heel bijzonder kaasje ja. en dan dan ben je drie kwartier ja en, en dan ben je drie kwartier verder en je weet ook niet eens goed waar je het over had nee wat zei ik nou net? Wat we hadden het, ja, zo. Ja. Of wat ik het moeilijkst vind als het over warm eten gaat. Ik hou dus heel erg van eten echt warm in mijn mond steken. Ja. En dan gaat die persoon een verhaal vertellen. dat was nu niet hoor, want deze persoon hield er heel goed rekening mee, maar dan zie je je visje afkoelen. En dat vind ik heel moeilijk. Dan wil ik eigenlijk tijdens het praatje gewoon dingen in mijn mond gaan stoppen? Zou jij dan bereid zijn om te zeggen: Je hoeft het me niet te vertellen. Ik, ik ga het gewoon lekker <laughs> nee, daar, ik ga het zelf nou, ervaren. Daartoe ben ik mee dat dat. Nee, nee, dat kan ik niet. Nee. Ik uh, hoorde gisteren iemand, ik probeer me even te herinneren wie dat was. Maar ik heb een hersenverweking. Die vertelde dat hij ook bij een sterrenrestaurant aan het lunchen was. En dat er dan het nagerecht kwam. En dat terwijl dus met de pink het werd uitgelegd, uh, trok zij een hele lange haar uit het toetje. Waar die ober op ze vers bij stond. Ja, maar, wat, wat is dit? Een hele lange mensen En toen nam die het maar weer mee. Ja. 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 Gek hè? Ja. Exulant voor die ober. Vind ik ook zo. Ja, want, want ja. het was dan niet diegene zijn haar denk nee, ik. Hele lange haar. Ja, is wel bijzonder. Meestal is het een Nou, ik heb liever een hele lange haar. Dan een schaamhaar. Ja, precies. Want die vind je ook gek genoeg wel eens in je eten. Of wat op schaamhaar lijkt hè. Het kan Precies. ook een baardhaar zijn of zo. Maar... Godverdoei, dan heb ik liever een lange haar. Ja, ik ook. Ja. Doe mij maar een haar van een paar meter. Want dan weet je dat het geen schaamhaar kan zijn. Weet je wat ook heel kloot het is: een haar in je tandenborstel. Ken je dat? Oh Als ja. je ze tanden aan het poetsen bent en dan zit ja. er een haar. Raakt in, de in hemel En helemaal je... Dan ja, het is gewoon je eigen haar, maar je bent helemaal je zit ja. zo oh, irritant is Ja. Dat. Dat dan 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 ja. geef je en dan, je dag dan geen 7,5 Als je dan elektrische meer, tandenborstel dan draait Och. hij zichzelf helemaal vast ja, en krijg dan je hem er niet dan uit. Word je eigenlijk ja, gevangen genomen door je eigen haar en samenwerking van je haar en je tandenborstel. Woedend. Woedend. En dan is het al te laat s'avonds. avonds. Nou goed. Maar goed dit soort dingen. Dit soort dingen. Maar dat hebben wij gelukkig allemaal niet meegemaakt. Oh ja. We gaan even naar de reclame -mand. Ja, hij staat hier op tafel. Voor grasduinen. Laten we eens even kijken. Daar zit het vol, zeg. reclame man, reclame man, reclame -mand, reclame -mand. Wij zien hier een ja? reclame in ons mandje van de Sofa Company. Hé. Hey. Dat is dat heerlijke bedrijf die allemaal banken maakt. En de bank, dat is natuurlijk toch een beetje ja, de plek waar het allemaal op gebeurt. Het centrum waar het in van en je huis. Op gebeurt, waar ja? het in en op gebeurt. En naast, nou ja, ik, ik vind heel vaak ook dingen in mijn bank die ik al heel lang uh, ja. kwijt ben. Bij ons het allerkleinste zeppertje is meestal. Een heel klein zeppertje, inderdaad. Of, een, of nog, toch nog een muntje. Ja, of uh, iets zeven. wat met kerst te maken heeft. Een, een oud krantje. Ja. Of een, een, een bananenschil van vorige Soms week. Soms nog opmerkelijk goed. Soms is het ook wel eens zo dat bijvoorbeeld je kat erop heeft geplast. En dan is het ook wel eens tijd voor een nieuwe bank. En dan kan je bijvoorbeeld. naar de sofa company. Ze hebben ook showrooms. Je kan het nee. allemaal online bekijken. Maar je kan ook gewoon in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht. Hoeft niet alle vier te bezoeken. Ja, dat is maar toch lekker. Want dan vier... kan je even gaan zitten. Want Ga je, ja, je moet toch even je zitten. Je moet er eigenlijk echt even op gaan zitten. En het leuke is, je kan dus het zelf ontwerpen. Dus je ontwerpt je eigen unieke meubel. En dat ja. wordt dan speciaal voor jou gemaakt. Nou, dat vind ik echt ongelooflijk. En, 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 en je, je, je zegt. oeh, ah. En hij staat er al. Dus ja. het is, ze leveren het echt sneller dan je bank kunt zeggen. En ze hebben excellente service. Het is gewoon bizar. Het is eigenlijk design to love. En ja. prices to like. Wat mooi hoe je dat zegt. Ja. Aaf. Wat heb wat ik bijzonder. niet zelf bedacht hoor. Dat hebben zoveel company bedacht. Maar ik zei het wel alsof ik ja. het zelf had bedacht. Uh, wat hebben we er nog meer over te vellen? Oh, ze hebben. Helemaal geen gekke kortingen, Black Friday's, dat soort onzin. Oh, dat heb ik vandaag aan Black Friday. Het nee. hele jaar door. Wat een eerlijke prijs voor een eerlijk product. Precies, nee. dan hoef je huh? geen Black Friday te vieren. Nee. Dat dan je dan ga je het gewoon het gestoen. hele jaar door doen. Nee. Dus ja, uh, ik zeg: ga lekker een droombank samenstellen. Ja. Wees blij dat je kat op je bank heeft geplast. Want nu heb je een excuus Precies. om naar de sofa Company te rennen. Om een nieuw eiland van rust te creëren in je woning. Een zacht eiland. Voor jezelf en jullie reclame Reclamemant, 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 We zijn bij het leuke onderdeel de problemen aangekomen. Ja, ik ben een gek op problemen. Ik dus ook. Ik zit er totaal niet mee. Wat haal jij hier uit die man met problemen? Ik die heb daar staan hoor. Nou, wat ik, wat ik dus vanmorgen bij mezelf opmerkte, ik moest uh, gewoon werken. Hè? Ja. Dat heb je wel eens. En ik dacht, ik werk even thuis. Want het was tussen allerlei afspraken door. En Niemand was thuis. Het was lekker rustig. Ja. Maar mijn probleem is, en het wordt erger en erger... Ja. dat ik alles wil opruimen voordat ik aan het werk kan. En dit had ik vroeger dus helemaal niet. Hè? Vroeger kon ik gewoon in een soort van shitzooi van bananenschillen... kon ik rustig column schrijven. Ja. En nu is het van, ja, ik zie nog kruimels op het aanrecht. Ja. Hm, de plantjes hebben nog geen water gehad. Ha, huh. er ligt een onopgevouwen lakentje op de kooi van Wally. Hoe cares? Ja. Ik ging bijna stofzuigen. En toen heb ik mezelf dus tot de orde geroepen. Ik zei, als je nu gaat stofzuigen, ga je straks dweilen. En dan ga je straks waarschijnlijk de trapleuning schoonmaken. Ja, dus ik, ik moet echt dan zeggen, halt. Ja. Maar het is, het is wel een beetje raar. Het, het wordt gewoon echt erger en erger. Dat, uh, dan heb je aan mij niets. Want dit ben jij ik ook. heb dit nog veel erger. Oh ja? Ik, uh, ik moest vanmorgen iets gaan doen, iets met bonnetjes of dingen over geld. Oh, dat overmaken. moest ik ook doen. Ja. En uh, toen ben ik in plaats daarvan hele kleine kettingjes gaan ontwarren. Die al in de knoop waren, al oh. heel lang op tafel liggen. Oh, dat met is een, een Helze, helze, helze. Terwijl helse. ik dus eigenlijk die bonnen moest betalen. Ja, zodat dus je gewoon Snap je? ik dacht, ik kan, niet, ik kan nu niet aan het werk. Nee, er ligt een knoop. Als, kn als die vervelende kettingjes niet. Uh, toen heb ik het allemaal maar even om mijn nek gedaan. Ze zijn ontwaard? Uh, ja, ze zijn ja, nu kunnen ze. Nou, nu gaan ze alweer bijna ja, in de dat ik... kunnen ze vanzelf. Dus ja. zo, zo erg is het bij mij. Dus ja. ik, ik herken het heel erg. En is, dat is inderdaad misschien wel, misschien wel steeds erger als je ouder wordt. Ja, want vroeger vond ik troep dus helemaal niet erg. En ik, ik leefde echt in een ontplofte zwijnenstal. Het maakte helemaal niet. Nou, de truc... Waarom zou dat zijn? Nou, ik denk. Um, ten eerste, als je jong bent, zie je geen troep. Dat merk ik ook aan mijn kinderen, vooral aan mijn zoon. Die ziet dat niet. Je nee. Ziet gewoon geen troep. Lijkt me heerlijk. Lekker. Ja. Op een gegeven moment word je Echt? ervan bewust, want ja. dan word je ook geacht om meer op te gaan ruimen in je leven. En ik ben de hoofdopruimer in ons huis, dus ik, ik ook. ben daar de hele dag mee bezig. Chef opruimen. Ja, helaas, helaas. Ja. Maar goed, dat ben ik nou helemaal. En het is natuurlijk ook een beetje uitstelgedrag. Dus dat hele thuiswerken heeft ook natuurlijk te veel dat je denkt. Misschien kan ik nog iets uitstellen door wat remsporen uit de wc te, te halen. Stel, je hebt een soort gecapitoneerde witte kamer, waar niemand mag komen. Ja. En waar jij dan naartoe gaat en je doet de deur dicht. Waar uh, alles uh, ja een ja. soort van condo opgeruimd is. Zou je dan dat wel was thuis kunnen werken? Een plan ooit. Ik heb dus een werkkamer. Ja, Ja en toch is dat op een een of andere manier een kamer geworden waar de kattenbak staat, waar de. Wa het wasrek staat, ja. waar de opslag van een oud decor is het ook geworden. Het is eigenlijk gewoon een soort shitkamer. Het is juist de aller rommeligste kamer van het huis. Geworden. Vind ik echt heel zielig voor jou. Ja. Ik heb het wel een beetje zelf gedaan, maar toch, ja, je denkt over van, ja, dan zetten we daar het wasrek. Ja, ik las laatst over Giselle Buntje. ken je die? Zo'n ja. topmodel. Ja. Haar leven en mijn leven gaan echt precies gelijk op. Ja, zeker, zeker. We kregen het is tegelijkertijd een, een ja. zoon. Die noemden we allebei Benjamin. En daar stoppen de gelijkenissen. Maar zij heeft een huis in Costa Rica. Ja. Ik, ik ben echt een heel klein beetje geobsedeerd door haar. Want zij heeft zo'n wonderlijk leven. En ja, ja. Nou, die zole... ze Zit nu lekker in Costa Rica. Costa Rica. En daar heeft zij een huis. Maar daar heeft zij ook een houten kamertje. Dat is haar kamertje. Daar staan allemaal zelf heel boeken. Okay, en daar dat doet, doet ze de administratie. Mee. Daar slaapt ze. Wat. Dat is dus los in de jungle. Ja. En ik denk zo vaak aan dat houten kamertje van haar. En wat, wat doe je dan met de kinderen en zo? Nou, dat was wel een goede bijzin. Want ze is inmiddels gescheiden. Dus die kinderen zijn dan bij haar co-ouderschap in Costa Rica. Ga er maar aan staan. Met dus Amerika. vliegen die, kinderen heen, vliegen heen en en die kinderen heen en weer. Oh ja, lekker maar, duurzaam. Ja, super duurzaam. We en wel de slapen. hele dag duurzaam bananenshakes maken, maar goed. Jezus Christus. Uh, no shaming. En um, die, het was wel zo. Ja, mijn dochter slaapt dan wel vaak bij me. Dus ik zag alweer dit. Dit hele houten kamertje van dit. Je is ziet het voornemen ervan. Een a room of her own. Ja, ja, nee, zo werkt het natuurlijk niet. Nee. nee. Maar ik dat nam me ook wel weer voor de in hoor. Dat ik dacht: van ja, tuurlijk slaap jij niet in je eentje in die houten kamer in de jungle. Dan kom ik hier natuurlijk weer bovenop je liggen. Ja. ja voor je de wetens een troep. Het is allemaal één groot toneelstuk. Aan. Ja. Maak je er maar geen illusies nee, over. Maar toch denk ik er vaak aan. Maar goed. Ik zou heel graag een hele grote. Je hebt van die, van die, bij verbouwingen van die emmers. die dan overgaan in een andere emmer. Die oh, gaan we ja, over. Die, een, ja. Ja, ja. die wil ik heel graag in, in mijn huis plaatsen. Ja. En dan alles in één keer zo. Door die emmers mikken. Door die emmer. Oh. Het gaat in een container en het is gelijk weg. Ja, lekker hoor. En dan kunnen we pas thuis werken. Het zou echt heerlijk zijn. Die deed mijn stiefmoeder eerlijk gezegd vroeger met. De, zij deed deed, deed, deed die met die emmers. Maar ze deed gewoon met de keldertrap. Ja. <laughs> Toen dingen zo naar beneden flink. Ja. ja, het ligt hier. Ik ben er klaar mee. Wop. Wow. Ja, dat gat in. Ja. En dat ging dan gelijk in een vuilniscontainer. Ja. Nee, dat lag dan gewoon los in de kelder. Maar ja, dat was een soort niemandsland. Ja, ik snap die vrouw wel inmiddels steeds ja, meer. Ja, ik ook. En wat ik dus vanmorgen heb gedaan met mezelf, want ik dacht echt van dit escaleert nu tot het stofzuigen van de trapbekleding. Gisteren heb je je column geschreven in een rijdende trein waar het 40 graden was en je omgeving. Ja. Kon je ook. Maar hè? dat was dus niet jouw verantwoordelijkheid. Nee, Alle troepen die rijden. Het was super ja. rommelig, het was ja. lawaaiig, het was vies. En, to en toen dacht ik, doe maar gewoon nu alsof dit een hele fijne rijdende trein is, waar niemand is, waar het redelijk schoon is. Ja. En dat heb ik toen uh, wel klaargespeeld. Ik vind het heel erg knap. En ik wil heel graag dus nog vaker tip. over dit probleem hebben. Ja. Het dwangmatig opruimen. Ja, als je dwangmatig dus... opruimen als je helemaal niet wil opruimen. Nou, precies. Dit is een heel groot uh, ja, een probleem wat echt op de wereld drukt. Ja. <laughs> ik krijg graag water inschikken. Ik koop heel vaak kaartjes voor dingen. Ja. Uh, bijvoorbeeld een uh, nou, uh, ja, concert of zo, of een theatervoorstelling. En dan koop ik dat in het forum. Want ik denk, goed, ik ben goed bezig. Ja, een paar uh, maandjes van het en dan komt het dichterbij. En dan moet je er dus heen. En dan heb je zo geen zin. Nee. Alles in jou schreeuwt dat je daar niet naartoe moet gaan. Ja. Nee, nou, het, het kunnen ook etentjes zijn ja, trouwens. Feestjes. feestjes ja. uh, uh, maar veel culturele dingen. En ik vraag mij af waarom je zo opziet tegen dingen... die je eigenlijk aanvankelijk als leuk bedoelde. ja, Of die je zelf hebt gepland, notenbenen, Ja. ja. Ik, ik, het is bij mij zelfs zo, zo erg dat ik dan heel vaak zeg: jongens, wie willen twee kaartjes voor het Holland Festival? Heb ik over? Wie, wie, ja. wie willen? Ja, dat je er gewoon mee gaat leuren. Naar een performancevoorstelling in, in de Rabozaal ja. uh, aanstaande zondag, weet je wel? Ja. ja, waar ik helemaal geen zin meer heb, want het is 40 graden en ik ben moe. Waarom ja. uh, werkt dit zo? Ik heb precies hetzelfde. Ik kan ook erg opzien tegen dingen die die avond dan gaan gebeuren die ik had bedacht of, ja. of waar ik voor ben uitgenodigd. Of en toen hoorde ik een keer een tip, die is me altijd bijgebleven. Ja. Volgens mij was dat Ernst Jan Fout in podcast over media. Ja. Het uh, kan ook een heel ander iemand zijn geweest. Dit is vrij specifiek, maar volgens mij zei hij het. Je moet eigenlijk, als je iets plant, bijvoorbeeld drie maanden van tevoren, denken: zou ik er vanavond heen willen? Als het vanavond was, zou ik het dan doen? Ja. En heel vaak is dan het antwoord eigenlijk toch wel nee. Want die dachten: oh, vanavond ben ik echt wel heel erg moe. En Ik had eigenlijk zin in een avondje thuis. En de kans is vrij groot dat je dat over ja. drie maanden ook voelt. Ja. Het nadeel aan deze theorie is dat je nooit meer iets gaat doen in je leven. Dat klopt. Want, want je denkt: van ja, natuurlijk nee, heb ik er die avond helemaal geen zin in. Nee. Toch? Je hebt bijna nooit zin in iets als je er vlak voor bent. Maar ik, ik zit dan toch nog wel eens in, bijvoorbeeld in de Schouwburg. Dan kijk ik achterom, dan zie je zo die hele zaal zitten met mensen. Ja. En dan denk ik, al deze mensen hebben dit dus ook gehad. Ja. En ze hebben deze mensen hier net zo tegenop gezien als ik... Vaak en wel. ze hebben zich eroverheen gezet ja. en ze zijn gegaan. Sterker nog, ze hebben vaak helemaal oppas geregeld. Ze hebben een trein gepakt en een bus of ja. een auto moeilijk gepakt. Of snel nog even iets gegeten op het werk, zodat ja. je dan daarna snel eigenlijk, door kan. Met niet Zo lekker goed gegeten. Of ze moeten eigenlijk plassen. En ze zijn toch maar gewoon ja, dan hebben ze dat overgeslagen. Ja. Dat ze heel erg tegen vet, dat tegen aan het vechten zijn. En toch, toch gewoon blijven zitten. Ik maar, vind het ook heel moeilijk. Mijn kinderen zeggen ook altijd tegen mij: mama, jij hebt nooit. Ergens in, vlak ja. voordat je erheen ja. gaat. Dat vind ik op zich al best wel confronterend dat zij dat zo zien. Ja. En vaak kom je dan terug en dan zeg je dat het heel leuk was. Nou Waarom? Ja, dat is dus hoe prettig. kan dat? Ja, ik denk omdat, omdat mijn verwachtingen blijkbaar zo laag zijn ja. Ja. van een heleboel dingen, dat het ja. eigenlijk alleen maar kan mee. Hoe lager mijn verwachtingen zijn, hoe leuker ik het eigenlijk achteraf vond. Dat is natuurlijk vaak zo. Ja, Aaf, ik heb ook heel vaak, als ik dus aan een nieuw project moet beginnen. Hè, bijvoorbeeld, nou, uh, dan ga je een nieuwe film doen. Ja, dan, dan je zie je er hele toch een partij goed tegen. Mensen op. Ontmoeten en zo. Ja, dat ja die eerste hoor. dag, of dan heb je zo'n borrel om elkaar te leren kennen. Ja. Nou, dat vind ik sowieso al heel eng. Ja. ja. De eerste dag dat je het dan gaat doen en je ziet er tegenop en het is allemaal ja. verschrikkelijk. En dan kom ik s'avonds thuis ja. en dan vragen mijn huisgenoten en uh, hoe was het? En dan zeg ik, ja, leuk. Ja. Ja, heel leuk, oh, was leuk. Ja, hartstikke leuk. Ja. Dus dan ben ik het eigenlijk zelf gewoon ja. vergeten. Ja, dat is heel vreemd. Nou, wat, ja. ik, wat ik volgens mij zelfs doe, als ik het nu analyseer, je moet wel eens, naar ja, zoiets als zo'n bol of zo. Ja. Weet je wel, waar je ja. echt denkt van, nou ja, ja. Hier heb ik gewoon echt geen zin in. Ja. Dit, dit doe ik echt alleen ja. maar omdat het moet. Maar dan op de fiets daar naartoe ga ik mezelf zoveel moed inspreken. Ja? Wat zeg je dan tegen jezelf? Nou, van het kan ook gewoon heel gezellig zijn. Och. En. Gewoon twee wijntjes, hoe moeilijk is dat? Ja. Of je mag na een half uur stiekem weg. Nou, dat soort dingen zeg ik me nou allemaal tegen mezelf. Zo pep talk. Ja. En dan kom ik zeg maar, zeg maar bijna Olympisch opgepept. Ik bol ja, binnen. binnen. Je binnen, je wangen van het fietsen. Hi. En dan blijf ik soms tot het aller allerlaatst, omdat ik denk mezelf zo hard heb opgepept. Ja. Dat ik gewoon bijna te peppy ben. Maar wat is op zich prima, ja. maar dat mensen me er echt zo uit gaan duwen. Ik denk van, wow, voor iemand die er exact nul zin in had, ben ik nu toch wel de vervelendste plakker van dit hele feest geworden. Om dan vervolgens de week daarna weer precies zo ja, uh, de volgende met zo'n brek daar naartoe toe te gaan. Ja, dat is heel vreemd. Heel raar. En elke keer herhaalt het zich weer. Maar wat, ook, wat ik ook fijne moment vind, en dit heb ik heel erg van mijn schoonmoeder een wijze vrouw geleerd, dat noemt zij een geit ja. als iets last minute niet doorgaat. Oh, ja. Bijvoorbeeld ook met theatervoorstellingen, waar je heel lang kaartjes oh, voor hebt, lekker. dat het ineens is van ja, er is iemand ziek en het gaat eigenlijk niet door. En je denkt, ja. oh, ik moest helemaal naar Amstelveen, fiets lekker, best wel ver. Of een werkborrel. Nou ja, nou ja, nee, dat is natuurlijk niet een geit, want dan gaat het wel door. Dan hoor, wordt dan, het verzet. Ja, dan ga je gewoon niet. als iets gewoon niet ja. doorgaat. Ja. Of, of ja, gewoon ding van iemand is ineens ziek, of de op iemand met belt wie je af. zou gaan, die is een beetje ziek. Ja, en dan zeg ik, en dan zeg dan heel vaak, jij dat uh, niet te zijn. Heb je, heb je geen diarree? Heb je geen, heb je geen buikloop? Zeg ik dan heel vaak tegen mijn huisgenoten, als we dan ergens naartoe moeten gaan. <laughs> want dan kan ik nu zeggen dat dan jij diarree hebt. Dan kan ik namelijk hebt. zeggen ja, want als ja. je zegt ja we komen niet, want we hebben allebei ontzettende diarree, ja. dan willen mensen ook niet. Als je nee, komt. die hebben daar echt geen zin in. Dus die zeggen nee, tuurlijk blijf blijf. Ja, als je, ja, lekker, lekker je uit hebt, nee, Rust, kom maar lekker iets. Uit. Nee, ja. Met je vieze vingers. Nou, dat was in die coronatijd zo makkelijk. Dan kon je dus al iets afbellen omdat je een beetje had geniest. Nou, dat kan nu helemaal niet meer. Heerlijk was maar dat was van, oh, ik heb net twee keer ja. geniest. Ik kom toch maar niet. Klopt. En ik dan heb... wilden mensen ook echt niet dat je kwam. Ik heb echt een paar keer gezegd, uh, ja, ik test steeds negatief... maar ik denk dat ik het heb. Ja, en dat was al genoeg. Dan was het al van steele. Nee nee, ja. nee, 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 hoe niet komen. Ja, terwijl niet nu is het weer van, ah joh, we hebben allemaal griep. Kom maar. Dat je denkt, oeh. Deze gaat niet meer op. Nee, je moet nu echt met, met uh, diarree komen. Je moet echt met buikloop aankomen, ja, met diarree. Ja. of uh, schurft. Dan willen mensen oh, is het dus ook niet. Schurft? Dat zou ik echt niet leuk vinden als schurft. iemand komt. Ik denk nee. dat ik schurft heb. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik schurft heb. Ik hoorde laatst over een hele theatervoorstelling waar schurft was. Nee. Uh, ik bedoel dus de acteurs, hè? Oh ja. En die hadden allemaal kleren verkleed, kleren verkleeding en dan was ze schurft. Ja, als één iemand dan schurft. O, die spelers heeft. hadden schurft. Gadver... ik dacht dat dit echt, alleen in studentenhuis in Groningen was. Nee, het schijnt dus heel vaak voor te komen, blijkbaar. Ja, het, kom, het komt steeds meer oh, weer voor hè, ook. Laten we afkloppen. Dat is ja, we... echt. Dit is een nep houd Maar oh ja, ik, ik, ik had trouwens nog één ding opgezocht. Ja? Heb opgeschreven. Waarom dit dus zo vaak zo is. Want, ja, dat want, vind want ik, ik interessant. dacht, ik moet even de wetenschappelijke benadering. Oh ja? ja. Het is vaak, ik weet niet waar ik dit vandaan heb, maar angst verpakt in tegenzin. Nou, jij weer. Ja. <laughs> angst, verpakt in tegenzin. Maar ik moet zeggen, dit gaat niet op met theaterkaartjes. Maar het gaat wel op met werkborrels. Denk ja. ik. Ja, ik, de, de angst om een ruimte binnen te lopen waar veel mensen zijn. Waar die, het misschien die, niet leuk ja. zal zijn. Dus dat kan ook al bij een voorstelling zijn kan ja, maar dan is het toch misschien meer gewoon van eh, ik ben een beetje moe. zou het dan eigenlijk een angst zijn om je buiten je veilige situatie te ja, begeven, de wereld in te buiten gaan? buiten je bank. ja ja precies ja. dat je dus um, ja, ik, ik heb wel eens gehoord van, van mijn moeder die had haar een of andere training weer mijn moeder nou ja, ja, goed, maar ja ik zei, dat is uur, wel een bron van wijsheid. Dat we wel die had dan een keer een soort training als psycholoog gehad... dat als er dan kinderen zoek waren in de jaren zeventig waar je dan moest zoeken en dan hadden we het ermee te maken met dat die kinderen dan meestal, ik weet niet of het totaal bullshit verhaal is, gingen dan altijd in een, aan een bosrand zitten. Dan hadden ze de, het bos in hun rug. Oh ja, ja. En uh, dan konden ze over het veld uitkijken, ja. zodat je als het ware een waar, soort, een logische soort omsloten, reactie. ja precies, een soort omsloten gevoel had. Uh, omgeving hebt en dan in een kuil of in een greppel of in een. Dus dat je dus oh, omsloten dat vind ik wel bent. Een goeie. Dus als de avond valt dan, uh, dan wil heb je, je wel naar bescherming, plek. maar ook uitzicht. Ja, dan wil je, je wil eigenlijk naar huis. En je wil dan lekker thuis zitten op je bank en ja. uit het raam kijken wat er allemaal gebeurt. Dat gaat. is eigenlijk wat het. Dat wil je s'avonds. En je wil niet naar een voorstelling. Nee, en eh, kinderen als ze weglopen, dus gewoon ook even een tip op het ja. strand. Dan lopen ze meestal met de wind in hun rug. Op zich ook best wel logisch. Want ja. dat loopt gewoon lekker. Of de weg. zon in hun rug, toch? Of de zon in hun rug, ja. of de wind in hun rug, of allebei ja. in hun rug. Dit zijn gewoon even random tips over. Kinderen even random die... tips ja. over kinderen die kwijt oh, zijn. Dat is natuurlijk het ergste wat er is. Um, ja, Lies... Nou ja. Ik, ik, ik moet wel zeggen dat ik wat ik in jou bewonder, waar ik zelf dus juist heel slecht in ben, is juist dat dat al kopen van kaartjes. Ik ben altijd te laat, dus ik denk altijd pas ja. op de dag zelf: Goh, hier zou ik dan eigenlijk best wel graag naartoe willen. Nou, dan, en dan heeft, is het uitverkocht ja, want alles is altijd uitverkocht en jij hebt tenminste die, die, die rits al liggen, dus ja, ik denk maar, dat... Af, ja, ik, maar ook dit heb ik van mijn schoonmoeder geleerd. Die koopt ook voor letterlijk alles, kaartjes. Ja. Voor, alle culturele... En Gaat ze ook altijd? Nee, zij zegt het ook heel makkelijk af. Kijk, dat is het. Ja. Dan, dan geeft ze ze door aan iemand. Ja. Of weet ik veel. Maar zij ziet het meer als van nou, dat heb ik maar. En als ik niet ga, dan geef ik ze aan uh, die persoon of aan die vriendin. Of ik verkoop het even op ticketma of op, uh, ja. op ticket swap. Dus zij, zij gaat daar heel. Fluide mee om met kaartjes. Ja, ik ga heel vaak uh, probeer ik dan kaartjes aan de man te brengen. Zelfs gratis. En dan wil niemand. Nee. nee, dat is vervelend. Ik ga heel vaak naar dingen toe waar echt niemand op zit te wachten, ja. denk ik. Of zo. omdat je denkt, nou ik moet toch weer eens naar. Uh, nou ja, weet ik. Ja. ja, maar jij ziet daardoor wel heel veel. Dat, is ook weer goed. Nou, dat valt wel mee. Ja. En ik, ik heb in wel, 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 wel tien kaartjes gekocht dit jaar. En die zijn allemaal niet uh, nee. gebruikt. Allemaal nee. niet naartoe gegaan. Nee. Dus Het is een soort running gag. Aan het, ja, worden, dat het wat ga je uh, elke die... keer er weer iets, weer iets tussen komt. Misschien is het ook gewoon dat je eigenlijk. Dit klinkt heel mooi en het is het ook vrij, vrij, koopt voor jezelf. Dat gevoel van vrijheid, zo van ik moest van mezelf naar iets heel om... moeilijks, ja? naar een experimentele performance art in een galerie, maar ik hoef niet. Joepie, wat is dit in deze leuke avond? God, ja, hypocriet, hè? Hoe dat werkt, hè? Dat is gewoon een menselijke geest. Dan, wat heerlijk dat ik nu deze kruiswoordpuzzel kan maken. Ja, dat maar ik maar gewoon hè, op mijn eigen bank nu... door mijn tv kan kijken. Je ja, kan de hele avond naar een per seconde wijze kan gaan ja. zitten kijken. Gewoon omdat ik dat wil. Ja. En natuurlijk heb ik die kaartjes, maar daar doe ik even niks mee. Ik ben er, uh, ben er nog niet echt. Nee, nou, ik vind nog steeds angstverpakt in tegenzin wel een mooie. Ja. Maar goed, dit is dus. Uh, gaat vooral op voor bols. Ja, met meer maar dan 50 ik, ik, mensen. Ik, ik, ik herken me heel erg hierin. Angst verpakt in ja. tegenzin. Ja, is het ik ding. heb eigenlijk mijn hele leven is angst verpakt in ja. tegenzin zit ik te bedenken. Eigenlijk alles. <laughs> ja, ja, dat is wel waar. Ja, toch? Ja. ja. Of tegenzin verpakt in angst ook goed. Maar... <laughs> ja. Of woede verpakt in tegenzin. Nou, het is nee. Vaak angst verpakt in iets. Angst is natuurlijk <laughs> toch woede. Of woede. Is, ja, of is woede ja angst. ik geloof dat woede eigenlijk altijd angst is of zo. Woede is angst is gewoon schrikken van je eigen angst. Ja, en daar en, dan. En, uh, en, ja. en, uh, en depressie is ook angst en nou ja, alles is angst. Dat is een mooie conclusie. <laughs> eigenlijk worden we gewoon geregeerd door angst. goed. Nou ja. <laughs> Nou, hey, daar sluit het probleem... Uh... Oh nee, sorry, we moeten nog even naar de reclame. Ja, oh god, er staat hier een hele grote mand op tafel. Er staat hier een hele grote mand. Want we hebben nog een oh, dus reclame. Dus nou, ik, ik haal er even iets uit. Gezellig. Reclame-mand, reclame-mand, reclame reclame Ik uh, haal iets uit de mand. Ik zet even mijn bril op. En ik zie hier... Uh, ik zie iets heel moois hier liggen. Een uit. Het is een lang woord. Overlijdensrisicoverzekering. Een... Heb jij wel eens nagedacht hoe jij je, je, je gokschulden... <laughs> hè? want die heb je, je hebt heel veel gokschulden... of je geldleningen kunnen, hoe dat kan worden afgelost als jij dus doodgaat? Ik weet wel dat ik er eerst helemaal niks van snapte. Volgens mij zijn er veel mensen die niet helemaal begrijpen... wat dat is, een overlijdensrisicoverzekering. Ja. Ja. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die denken... nou, ik huur een huis, ik heb geen ja. koophuis... Ja. dus waarom zou ik zo'n verzekering afsluiten? Hoeft helemaal niet. Ja. Maar... Als je doodgaat en je partner kan de huur niet meer betalen, Ja, dat is natuurlijk wel echt. Dat is wel een dingetje. Een ongelofelijke soft. Stel, stel je voor dat je partner doodgaat, je huurt. en je staat ook nog eens op straat. Ja, dat is afschuwelijk. Ja, dat dat is, wil je niet. Dat dus is echt het zieligste wat er is. Is het toch wel handig. Ja. dat je geliefde of geliefden in jullie huurhuis kunnen blijven wonen? Ja. Het is sowieso handig om te hebben. of verstandig eigenlijk. Handig klinkt een beetje raar. Uh, voor iedereen die in huishouding voert. Als je een partner of ja. kinderen hebt. En dan is het toch fijn als je een klein steuntje in de rug krijgt... dat je bijvoorbeeld je huis niet uit hoeft. Nee, om maar wat te noemen. Dus stel, jij gaat dood. Ja. Dan keert je ORV, je overheidsrisicoverzekering... die keert dan eenmalig een bedrag uit. Precies, als je binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Maar dan moet je wel binnen de looptijd van de verzekering overlijden. En als je dat geld dus uh, krijgt als partner... dan kan met dat bedrag kun je bijvoorbeeld uh, ja, de, de huur betalen. Of, uh, of, of, of allerlei andere hele moeilijke kosten. Want een andere woning vind je ook niet zo, maar die je wel kan betalen. Dus je helpt iemand ook. Ja, ik heb er ook één afgesloten. Want ik vind het een heel fijn idee dat, mocht ik ooit onder een tram komen, mijn ja. man en kinderen. Even afkloppen. Ja, inderdaad. Uh, gewoon financiële zekerheid hebben. Ja. En niet als een gek uh, overal geld hoeven te gaan lenen. Ga naar www.interpolis.nl/slash overlijdensrisico. Verzekering voor meer informatie. Daar vind je alles. reclame man, reclame man, reclame reclame we hebben veel problemen binnengekregen. Zijn we natuurlijk dolblij oh, mee. Man. En ik vroeg me af of jij hem uh, voor wilt lezen. Zeker, zeker. Mijn vriend, 29 jaar, en ik, 31 jaar, zijn al een tijdje gelukkig samen. Het starten van autorijlessen heeft hij jaren uitgesteld. Geheel passend bij zijn ADHD. Wat zich onder andere uit in uitstelgedrag? Om hem een zetje te geven heb ik hem, onder het mom van een romantisch uitje, in een rijlesauto gezet voor een proefles. Uit eigen beweging en gepast enthousiasme heeft hij een pakket aangeschaft en is hij begonnen met zijn rijlessen. Na een aantal lessen was hij een les vergeten en moest hij contact opnemen om een nieuwe les in te plannen. Echter zijn we nu anderhalf jaar verder en zit hij tot zijn oren in zijn uitstelgedrag, waardoor het hem niet lijkt te lukken om contact op te nemen. Hem hierop aanspreken levert meer frustratie en uitstellen bij hem op, waardoor het uitstellen lijkt toe te nemen. Ik voel me voornamelijk zijn chauffeur om hem en soms ook zijn vrienden, grotendeels ook rijbewijsloos, rond te chaufferen. Ze kunnen dan slapen, naar buiten kijken, etc. terwijl ik nuchter en geconcentreerd moet rijden. Het begint steeds meer te knagen en ik heb soms de neiging om in rijstaking te gaan, maar ik besef dat ik mezelf hierin dan ook beperk. Hebben jullie tips? Ja, ik heb ook geen rijbewijs. Ik kijk echt met een, ik kijk uh, heel erg passief-agressief ja. naar je af. Nee, nee, maar nee, ja, ik, ik, ik laat mij ook al 17 jaar rondrijden door mijn partner. Herken jij, herken jij dit? Nou ja, ik, ik heb het geluk dat Gijs ook echt niet wil dat ik een rijbewijs haal, of ga rijden, of ooit iets doe in een auto, want hij vindt dat gevaarlijk voor de wereld. En voor mij natuurlijk, ja. de kinderen. Dus ik heb, ik, ik, hij heeft mij echt ontmoedigd om door te gaan met rijlessen. Ik, ik, ik nam ja. rijlessen toen ik hem leerde kennen, maar hij heeft echt gezegd van, Af, dit is niks voor jou. Maar, maar waarom dan, Af? Want, want, want misschien kan je, ben jij wel gewoon een hele rustige, voorzichtige chauffeur die te gewoon wat meer tijd nodig heeft om ja. het rijden te leren. Nou, het was een beetje angst verpakt in, uh, in angst, in, in. angst verpakt in rijangst. Ja. Maar goed, about me. Ik snap wel heel. Kijk, ik heb het geluk dat ik dus een begripvol iemand heb die zegt van, weet je, jij kan niet rijden. Ik vind het prima. En dan ben ik wel steeds nuchter en dan kan jij dronken en slapen en naast me zitten. Ja. Dat is hartstikke luxe. Ja. En ik snap ook van die vrouw dat zij zegt, ik ben er nu wel onderhand een heel klein beetje klaar ja, mee. Dat snap ik ja. Ja. Oh, het is een man. Sorry, ja. ik ga er ook altijd maar weer vanuit dat iedereen hetero is belachelijk. Uh, dat deze man uh, ja. dat hij daar klaar mee is. Um, maar ik zie in dit verhaal niet hoe dwingelandij of eindeloos aansporen gaat helpen. Nee, ik ook niet. Want ik denk wat hij zegt is ook waar. Zijn gedrag, ja. zijn uitstelgedrag neemt alleen maar toe doordat je dat doet. Uh, ik heb een aantal vragen die natuurlijk niet beantwoord worden. Want nee. uh, degene die, uh, die hiermee zit, die is er niet. Maar, maar die maar kan wel eens even jouwste mee aan de gang. Ja, mag dat? Ja. Waarom? Waarom stelt hij het uit? Dat is natuurlijk uh, de eerste ja. vraag die je opkomt. Wat zou echt het probleem zijn? Heb je het ook echt in openheid en kwetsbaarheid gevraagd? Ja, dus ik zou zeggen. Informeer daarnaar. En, 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 en wees nieuwsgierig naar wat het antwoord is. Ja, en ga, niet van tevoren, niet ja, precies, ga niet van tevoren uh, daar al gelijk iets van vinden. Want nee. anders dan durven mensen volgens mij heel moeilijk open te zijn over iets waar ze dus niet trots op zijn. Ja, dat zich is waar. voor schamen. Ja. Toch? Ja. Uh, is het bijvoorbeeld geldgebrek? Is het schaamte voor het feit dat hij het misschien niet zou kunnen? Hè, mensen bijvoorbeeld die heel slim zijn, die vinden het heel vaak moeilijk om iets te leren wat ze niet meteen kunnen. Ja. En daardoor doen ze het helemaal niet meer. Nee, dan stoppen ze er maar mee. Ja, ja. Dat, 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 dat hoor je wel eens toch over hoogbegaafde kinderen ja. die dan op school denken dan met alles de hele het tijd. Is ja, fuck. ja. Uh, is die bijvoorbeeld overspannen? Ja, is het gewoon een heel groot probleem wat erbij komt en wat je helemaal nu niet erbij kan hebben? Ja. Dus misschien is, is, is je vriend wel echt overwerkt of ja. overspannen. En is dat het probleem? Ja, is het gewoon een beetje te veel in die agenda. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je namelijk overspannen bent, dan is elk probleem wat erbij komt is zo mansgroot. Dat is zo enorm en, ja. en, en bedreigend. En dan kan je misschien ook wel, hè, dan heb je toch weer die angst, die woede die. Verpakt in eh, nee, eh, weet ik veel wat. Dat je zegt. Houd er nou godverdomme over op... En ik, ja, ik wil het er niet meer over hebben. op een gegeven moment wordt word dat... het de druppel die de ja. overloopt. Dus dan ja. ga je de hele tijd die threshold over. Ja. Maar ik vind ook wel dat diegene ja. kan zeggen. Ik vind het best wel lastig dat ik steeds ook de Bob ben. De chauffeur, ook van jouw vrienden. Ja, want, want ik ben nu wel ja. heel erg multi-inzetbare chauffeur. Ja, want dat moet natuurlijk ook bestaansrecht hebben dat hij dat, 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 dat daarvan baalt. Ja, dat is ook gewoon best wel irritant eigenlijk. Uh, zo, maar je wil ook niet iemand zijn die altijd aan het klagen is. Nee. Over het feit dat je altijd moet rijden. Nee, het is, Zie je, dit is gewoon een heel lastig probleem. Nou ik moet zeggen, ik stel mij dus altijd heel erg op: van ik wil ook overal met de trein naartoe of een taxi betalen. Of weet ik veel. Ik, ja. ik wil nooit dat mensen denken: oh, ik moet haar altijd ophalen. Want weet je wel. Ja. Dus ik vind ook wel dat je kan zeggen van nou anders moet jij met je vrienden maar een keer een taxi nemen of uh, weet ja, je Ja, dat vind ik een hele goede. Of ik vind eigenlijk dat zijn vriend daarmee moet komen, maar goed, dat is misschien. Ja, en stel, uh, stel dat rijbewijs komt er nooit, is ja, dan dat heb dat je dan dus. wisselgeld. Ja. Er ja, iets, want dat is dat niet ja, wat je vriend altijd wel doet voor jou. Precies, hou er rekening mee dat het rijbewijs er ook gewoon echt niet kan komen. Ja. Ik heb diverse mensen in mijn omgeving, die, ja. net als ik geen rijbewijs hebben, gaat er ook nooit die komen. Die gaan het nooit halen en die willen het ook niet halen. Nee, en het is niet leuk als mensen je daar alsmaar over je kop blijven zeiken. Want, want nee, dat is verschrikkelijk. Ik heb het wel eens vergeleken met dyslexie. Niemand zegt tegen iemand met dyslexie. Wanneer ga je nou eens lekker boeken lezen en schrijven? Ja. Maar tegen iemand zonder rijbewijs zegt iedereen: ga nou, ga halen. Terwijl soms mm -hmm. is het gewoon, er is no way, weet je wel? Ja, ik moet wel even voor mezelf zeggen: ik ben echt niet een goede chauffeur en ik heb er heel lang over gedaan en, en het het ik gehaald. heb het heel lang nee, uitgesteld. Het bestaat. Het bestaat. Ik heb het ja. toch gehaald. En ik ben heel blij dat ik het toch heb doorgezet. Ja, het is natuurlijk heerlijk. Ja. Dus, uh, dus, ik had ook heel veel uitstel gedaan. Ja, en deze jongen is pas 29, hè? Ja. Dus het is echt nog wel mogelijk. Ik, zou, ik denk dat de sleutel ligt in vragen waarom. Wat is ja. het eigenlijk precies? Dat Wat je ervan is die drempel toch? Is er iets waar ik je mee kan helpen? Zit je ergens mee? Ja, wil je misschien zo'n zo zo intensieve cursus doen dat je een hele week bezig bent? Dan ben je er in één keer vanaf. Dat ja. is ook nog een optie. En inderdaad, niet meer altijd maar rijden. Nee ook misschien een heel klein beetje drempeltjes opwerpen. Ja. Het is een beetje een psychologische ja. mindfuck. Maar... Ja. Want dat is namelijk wat jij kunt doen. Ja. Wat jij kan doen is niet meer altijd niet het faciliteren. Het zijn, ja. Niet faciliteren en uh, je informeren en nieuwsgierig zijn naar het waarom. Want ja. misschien is je vriend wel heel erg bang. Misschien ja. heeft hij wel angsten. He, ik, of ik ken ook best wel mensen. tegen zeggen dat theorie-examen, dat, dat, dat bestaat ja. ook. Hè? Ik ken best wel mensen met examenangst. Ja. En ik ken ook mensen met reisangst. Mensen die het dus heel angst. eng vinden om in een auto van A naar B te gaan. Ja. Met name in hun eentje. Ja. En dat zijn geen dingen waar je trots op bent. En dat zijn ook dingen waar je. Nou, dat, dat kan heel vaak echt een heel groot geheim zijn. Ja. ja dus er, er, je moet weten wat, wat zit erachter. En je moet voor jezelf zorgen dat je niet altijd het chauffeurtje bent. Precies. Misschien heeft je vriend wel een heel naar ongeluk ooit meegemaakt. En heeft hij, of is hij gewoon net over? zoals ik, uh, heeft hij wat, wat ooit ja. iemand heel goed noemde, snelheidsangst. Ja, is een ding. Ja, vind, ik vind het helemaal niet gek hoor. Ja. Dus ik, ik, ik snap dat het heel vervelend is. Nou, daar heb ik, uh, oh ja, wat ik nog hier heb opgeschreven is: uh, misschien kan je één of twee speerpunten maken en dan de rest ja, parkeren, later. Want ja, Stel, hij moet nog in het rijles uh, ja, en te voortblijven. blijven. Ja, precies. Parkeer de rest, maak één ja. of twee speerpunten. Want. De, en dat is in het geval uh, dat hij dus nog meer uitstelgedrag heeft. Ja. Dus stel hij stelt alles uit? Ja. Dan kan je misschien een paar dingen uh, aanpakken die je echt belangrijk vindt en de rest laten. Waaronder dit rijbewijs bijvoorbeeld. Ja. En ik heb ook wel eens tegen iemand gezegd van wie de vriend altijd te laat kwam, waar ze dus weet ik veel acht jaar lang over aan het zeuren was tegen mij. Hou er rekening mee dat hij de rest van zijn leven altijd te laat zal komen. Ja. ja. En dat, dat soort dus niet dingen hebben ontzettend lul is. Maar dat is gewoon hoe zijn klok is afgesteld. Die kunnen niet op tijd komen. Nee. Want het is gewoon, dat krijgen ze gewoon allemaal niet georganiseerd. Nee. Dus er hoofd. zijn dingen die, 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 die. want zij zijn nu al een tijdje gelukkig samen. Oké, okay, ik weet niet precies. Ja. Maar er zijn dingen die zullen dus niet gaan gebeuren in het leven van een relatie. Precies, en al een tijdje gelukkig samen, is, zou ik bijna willen zeggen, het hoogst haalbare. Dat is een grote zegening. En wat is deze week de regening van de natuur? Terwijl ik aan dit natuurhoekje wil beginnen, valt er uit de lucht een roze flats naar beneden uit de lucht. Het is een piepklein vogeltje. Nog warm en bijna helemaal kaal. De oogjes zijn nog niet klaar, die zitten achter gesloten oogleden. Piepkleine stompjes, die vleugeltjes moeten worden. Ik denk dat het een koolmeisje is. Een week oud. En nu al dood. Als je goed oplet, dan zie je deze tijd van het jaar wel meer van dit soort slachtoffertjes liggen. Of je ruikt ze in de tuin of in het plantsoen. Sommige dode vogeltjes die liggen gewoon uh, dood en bloot op straat. Waar zijn ze nou uitgevallen? Hoe is dat gebeurd? Koolmezen die, die broeden vaak dicht bij ons, in nestkastjes of ventilatieroosters van appartementen. En dat zijn legsels met soms wel 10, 12 uh, eieren. Daarbinnen in zo'n rooster of kas moet het echt een chaos zijn. Tien jonge meisjes, heel veel honger en heel veel poep. Waarom gaat dat mis? Nou, misschien staat er in juni wel de hele dag de zon op op dat nestkastje, zodat de jongen als een, als een bapauer gestoofd worden. <laughs> misschien heeft iemand wel plantjes met gif, zodat er geen rupsen of bladluizen meer zijn in de buurt. Misschien krijgen de jongen zelf dat gif binnen. Misschien werd een van de ouders wel opgegeten door een kat of een sperwer, zodat de kindjes verwees doodgaan van de honger in een luchtroosterspleet. Misschien zijn het al die dingen tegelijk. Is dit jonge vogeltje misschien door een extra gepakt? Heeft hij hem daarna laten vallen? Het gaat eigenlijk vaker niet goed dan wel. Hoe kunnen we ze nou helpen? Nou, ik hoop dat steeds meer mensen tegels weghalen en dat ze heel veel variëren met plantjes in de tuin. Je moet maar eens kijken wat er van nature graag groeit in de grond van je tuin. Wat vind jij nou heel leuk onkruid? Welke plant die heeft het heel erg naar zijn zin bij jou? Laat die plant lekker staan, maar laat er niet alles overnemen en je leven overnemen. Je zet er gewoon iets naast wat op een ander moment bloeit. En zo hebben de insecten in je tuin altijd wat te eten en daar komen weer meer vogels op af. Je moet uitgebloeide dingen lekker laten staan. En de zaadjes die daarin zitten, die worden ook weer opgegeten. Klim op, dat is altijd goed en dat blijft ook heel mooi groen in de winter. Een gezonnetje, dat is heel veel werk en heel veel gedoe. Dus ik vind het vaak niks. Je kan ook een terrasje maken van schelpengruis of houtsnippers. Daaromheen plant je lekker hele mooie bodembedekkers. Zo loopt het regenwater weg en hou je je tuin met minder stenen ook veel koeler. En wat je ook moet doen, je moet, moet natuurlijk niks, maar dat kan je doen, is een ondiep bakje neerzetten met water en rondom zicht. Want vogels die zijn dol op wassen en dat gaan ze ook lekker bij jou doen. En is je tuintje nou heel klein of heb je een balkon, zet dan klimplanten. Bijvoorbeeld klimop. Klimop groeit echt overal. En een pot van die vogelpinnenkaas ophangen. Dat zorgt ook altijd voor succes. Als je het leuk vindt om een nestkastje op te hangen. Dan moet je het op een lichte plek. Met zo min mogelijk direct zonlicht ophangen. En ruim niet alles op. Ook een beetje in het kader van mm, ons. Uh, juist niet. Niet opruimen. Nee. Want elk tuintje moet een plekje hebben waar jij nooit komt. Dat is een geheime plek. En daar gebeurt het. Ja, inderdaad. Ja. Ja, een, een, hè, zo achter de... Komposthoop, ja. Daar gaan ze dan lekker zitten. Daar gebeurt het allemaal. Ja, dat is waar. Ja. Ik had laatst uh, zo'n bakje op mijn balkon gezet, maar ze wilde niemand kwam iets drinken bij mij. Ja, maar je moet het echt een tijdje laten ja, staan, want uh, het waarschijnlijk duurt ook heel de lang, de Ja, het duurt heel lang voordat ze dat zien en snappen. Ja, ik ja. ga het even doorzetten en klim op. Dat ga ik ook doen. Maar misschien heeft uh, dat, het ermee te maken met dat Pipo dat er natuurlijk altijd was. Ja, en Wally vinden ze natuurlijk ook een beetje eng. Ja, ja. Dat ging dan. ja. Nou goed, daar heb ik dan even geen antwoord op aangegeven. Dan, dan weet ik even niet wat ik daarmee moet Vermoord je mee. andere dieren en voed de vogels. Dat is de tip. <laughs> nou jongens, dat was het weer. Uh, we gaan uh, lekker rustig het weekend in, zou ja. ik zeggen. Uh, ja. Reageer. Oh, als je wil, kan je uh, sowieso ons ook weer horen op de Podimo-app. Want daar staan we woensdag. Oh ja, natuurlijk. Je kan ons volgen op Instagram. verlies ja. los het wel weer op. Op YouTube. Op TikTok. Jezus, avond ben je snel. Ik, ik kan helemaal niks meer zeggen. Oh nee, wat ik nog kan zeggen is dat je ons natuurlijk heel, heel graag heel veel sterren Jezus. kan geven. Ja. Heel gauw, heel ik, snel. Ik, en heel ik denk veel. dat ik een Tia heb gekregen. <laughs> Geef ons sterren via je favoriete podcast app. Dat vinden we leuk. Heel leuk. Um, dan gaan wij lekker kermiskoekjes eten en dan zeggen we tot gaan.